Je moest met een mega groot mes moest je kloppen. Helemaal rondomheen, de kokosnoot. En dan knapte die open. Maar bij ons gebeurt er weer wat anders. We hebben blijkbaar de binnenkant eruit kunnen krijgen. En dit is dus de buitenmantel van de kokosnoot. Eerst kwam dit stuk eraf. Maar nu zitten we hiermee. Wow, ik denk dat je dit heel makkelijk met een mes los kan snijden. Want hier zit denk ik het vruchtvlees onder wat wit is. Wow, jongens. De eerste keer dat we een kokosnoot openslaan met de niet scherpe kant van het mes. Dus zo, helemaal rondom. Dus het is wel super gaaf, jongens. Nu gaan we even kijken of we dit los kunnen krijgen met een andere mes. En dan gaan we even kijken of dat we dit kunnen gaan eten. Oh jee. Kokosnoot.